De meningen over de naleving van de COVID-protocollen in de particuliere bussen zijn verdeeld. Vanuit de gemeenschap is vaker kritiek geleverd op de buschauffeurs die meer passagiers vervoeren dan is toegestaan. Verschillende buschauffeurs geven echter aan dat het bijna onmogelijk is om je niet te houden aan de COVID-19-protocollen. Zo zijn de klapstoelen uit de bussen verwijderd, zodat er voldoende afstand is tussen de passagiers. Verder zijn er controleurs van TCT bij de eindhaltes aanwezig voor de nodige controle. Enkele passagiers hebben aangegeven dat niet alleen buschauffeurs de regels overtreden, maar dat ook passagiers in de fout gaan. Zo komt het nog voor dat mensen eten en drinken in de bussen. Dat kan toch niet? Als we hier beurt hier volgen, zitten die mensen van TCT. En achterin op de laatste zitbank mogen maar alleen maar 3 mensen zitten. En we moeten maximaal bij 20 mensen. Als je telt, wordt het op 19 mensen. Kijk, is je die sticker daar zelf, staat maximaal 20 mensen. Maar dat klopt niet. Hoe kan je gaat geen overtollig mensen rijden toch? Het is gewoon 20 personen, allemaal met mondkap. Dat is het. En er is controle dat jullie niet meer dan 20 mensen hebben? Ja, TCT zitten ook hier voor. En voordat we weggaan, dan kijken de TCT-mensen of allemaal goed is. Ze wachten gewoon dat die bussen vol zijn, dan gaan ze weg. Nemen ze meer dan 20 mensen in die bussen? Soms wel, ja. Ligia Rijms, ondercommandant van de TCT-controleurs, zegt dat enkele buschauffeurs zich niet houden aan de regels. Ook passagiers lappen de COVID-19-regels aan hun laars. Ze benadrukt dat iedereen een bijdrage moet leveren om de verdere stijging van COVID-19-gevallen tegen te gaan. Rijms zegt dat wanneer TCT corrigerend optreedt, dat hen niet in dank wordt afgenomen. Je mag niet eten in de bus, je mag niet praten in de bus, je mag niet drinken. Je moet je neuskap op je neus blijven houden tot je weer bent gezakt. Maar het gebeurt niet. Je hebt chauffeurs of eigenaren die alcohol moeten zetten bij de deur. Maar anderen zetten gewoon vloeibaar siep. Wat zeer gevaarlijk is. En anderen zetten brandspuurtjes, mix alcohol. Dus ze beseffen het niet dat het om mensenleven gaat. Ik als ondercommandant ben hier met een groep mensen bij de eindhalte. En mijn commandant heeft mensen geplaatst op bepaalde posten. Op Quata, nu weer Pont Buiten, heb je bepaalde mensen van mijn groep die daar zijn voor controle. Dus zo hebben we het gedaan. Ja, want eindhalte alleen ga je geen controle hebben. Want het is over de weg gaat men in overtreding. Mensen staan gewoon in de bus. Propvol, maar ze beseffen het niet. Het gaat om leven nogmaals. Dat was Ligia Rijms, ondercommandant van de TCT-controleurs. Ze sprak over het particuliere busvervoer. Zowel buschauffeurs als passagiers maken zich schuldig aan het overtreden van de COVID-maatregelen.